Laatst, mijn kinderen waren aan het buiten spelen, komt een of andere rare gast aan. Die pakt de telefoon van mijn dochter af, ja? Die gooit hem naar een vriendje, die vangt hem niet. En nou is de vraag, wie is nou aansprakelijk? Luister, ik heb hier nu al 4 keer mijn excuses voor aangeboden. Je blijft dit nu in mijn gezicht gooien, elke situatie. Oh, dan heb ik ook nog wel een verhaal. Ja, ik had een grappige collega, die had een keer, toen ik koffie halen, had hij een grappig mailtje gestuurd naar de baas. Toen werd ik op staande voet ontslagen. Ook daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden. Ik dacht, geintje moet kunnen. Kennelijk niet. Plus, ik heb nog een afscheidsfeestje voor je georganiseerd. Oh, ja, dat weet ik nog. Ja, ja, ja. Dat was dat feestje waar iemand aan het eind van de avond op de bar stond te dansen. In een heel klein broekje. Ik ben een sexy robot. Ik laat me 1 keer van mijn gevoelige kant zien. Oh, 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 jullie zijn allemaal perfect. Ja, hier kunnen we wel mee. Denk het ook. Gewoon deze 3 scènes uitspelen. Hem gewoon in dat broekje neerzetten. We gaan er geen sketch van maken, hè? Nou, ik vind het ook belangrijk wat hij zegt, jongens. Dat is belangrijk. Laten we gewoon eerlijk stemmen. Ik ben voor. Ik ook. Ik ook. Verder niemand tegen. Ik zeg doen.